Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van De Musketier. Ik ben Michael en vandaag gaan we het hebben over een van de meest veelzijdige kruiden in de tuin, citroenmelissen. Niet alleen laten we je zien hoe eenvoudig je citroenmelissen zou kunnen vermeerderen en stekken, maar we duiken ook een beetje in de gezondheidsvoordelen en de verschillende manieren waarop je dit geurig kruid kunt gebruiken. Laten we dus meteen beginnen. Nou, voor we van start gaan, heb je het volgende nodig. Allereerst een gezonde citroenmelissenplant, een scherp mes of snoeischaar. Je hebt eventueel stekpoeder nodig. Je kunt in een glas met water of in potgrond stekken. En dan heb je eventueel nog een sproeier nodig. Wanneer stekken? De beste tijd om citroenmelissen te stekken is eigenlijk het voorjaar of de vroege zomer, wanneer de plant in volle groei is. Maar als je binnen voldoende licht hebt, kun je het eigenlijk het hele jaar doordoen. Nu is het eigenlijk laat zomer en ook dat zou natuurlijk kunnen. Dan het nemen van de stekken. Zorg ervoor dat je een stengel kiest van ongeveer 10 tot 15 centimeter lang en snijd de stengel net onder een bladknoop af, waar later dan de wortels zullen ontstaan. Zorg ervoor dat je een stek zonder bloemen kiest. Deze ontnemen eigenlijk de energie van het wortelen. Dan het voorbereiden van de stekken. Je ziet dat deze al een beetje slappend worden zijn. Dat komt door het warme weer, maar dat maakt niet uit. Je haalt de onderste bladeren, haal je ervan af. En je wilt eigenlijk zoveel mogelijk bladeren eraf halen, zodat er nog maar 1 of 2 sets aan bladeren overblijven. Alle bladeren die je eraan laat, hebben namelijk vocht nodig en onttrekken vocht van het stekje af. Dus om ervoor te zorgen dat er wel iets van fotosynthese plaatsvindt, hou ik enkel nog 2 halve blaadjes en 2 kleine hele blaadjes over. Nou, wat je dan doet is, steekt het eerst in water, pakt het wortelhormoonpoeder en dept even af. En dan steek je eigenlijk hem zo direct in de grond. Zet je hem nou in een glas water, is natuurlijk dat wortelhormoonpoeder niet nodig. Nou, en dat doe je eigenlijk met alle stekjes die je hebt. Dus de onderste bladeren verwijderen. Ook erop letten dat er geen stukjes van bladeren maar achterblijven. Als dat namelijk in water komt bijvoorbeeld, of onder de grond, dan kan dat namelijk gaan schimmelen en rotten. Dus wees secuur met het verwijderen van de bladeren. Oké, weer een water. Ik zie hier trouwens nog een klein stukje blad hangen. En je kunt eventueel ook een stokje gebruiken om een gaatje voor te bereiden, zodat hij er wat makkelijker in kan, zodra hij wat slapper is geworden van de warmte. En dat doe je dan met alle stekjes. Zodra je de stekjes erin hebt gedaan, zorg je natuurlijk voor extra water. En na 1 tot 2 weken beginnen de stekjes worteltjes te krijgen. Zorg ervoor dat als je ze in water hebt staan, dat elke paar dagen je het water ververst. In de potgrond kun je de grond licht vochtig houden voor het beste resultaat. Let er wel op dat het niet te nat is, omdat wanneer het te nat is, er niet genoeg zuurstof bij de worteltjes kan komen en dat die dan kan gaan rotten. Zorg er ook voor dat de omgeving een beetje vochtig blijft. Zet ze in een binnen of zet er eventueel een plastic zak overheen om wat extra vochtigheid te garanderen. Wanneer de wortels ongeveer 2 tot 3 centimeter lang zijn of onder het potje uitkomen, kun je ze eigenlijk gaan verpotten in een ofwel een grotere pot ofwel ergens in de tuin. Citroenmelissen gedijt goed in de zon of half schaduw en zorg ervoor dat je de nieuwe planten natuurlijk regelmatig water geeft, vooral in de beginfase. Nou, de gezondheidsvoordelen van citroenmelissen. De citroenmelissen staat bekend om kalmerende en ontspannende eigenschappen. Het wordt al eeuwenlang gebruikt in de kruidengeneeskunde om stress te verminderen, ook om slaap te bevorderen en spijsverteringsproblemen te verlichten. Het kruid heeft ook antivirale en antibacteriële eigenschappen, waardoor het nuttig is bij behandelen van bijvoorbeeld een verkoudheid of een koortslimmel.
Nou, hoe kun je citroenmelisse gebruiken? Allereerst natuurlijk in de thee. Een van de meest populaire manieren om citroenmelisse te gebruiken is de thee. Je plukt een handvol verse bladeren, laat ze trekken in heet water voor een rustgevende en verfrissend drankje. Perfect om voor het slapengaan te nemen of om te ontspannen na een stressvolle dag. Bij koken kun je citroenmelisse gebruiken voor de lichte citroenachtige smaak wat het toevoegt aan gerechten. Het kan worden gebruikt in salades, maar ook sauzen, marinades en ook dressings. Probeer dit toe te voegen aan bijvoorbeeld een fruitsalade of als smaakmaker in visgerechten. Daarnaast is het net zoals munt een insectenverdrijver. Wrijf wat citroenmelissebladeren op de huid om muggen op afstand te houden of plaats potten in en om het terras om insecten te weren. Je kunt de olie van citroenmelisse gebruiken voor aromatherapie. Het helpt ook hier weer bij het verlichten van stress en angst en bevordert een gevoel van kalmte en welzijn. Nou, dan hebben we denk ik wel het meeste van citroenmelisse besproken. Zoals je ziet is citroenmelisse een heel veelzijdig kruid wat niet alleen gemakkelijk te vermeerderen is, maar ook talloze gezondheidsvoordelen en toepassingen biedt. Of je nou op zoek bent naar een natuurlijke manier om te ontspannen, of je keuken op smaak wil brengen, citroenmelisse is zeker te weten een must-have in elke tuin. Voor meer informatie of links voor de gerelateerde besproken producten, kijk dan even in de beschrijving. Vond je deze video nou nuttig? Vergeet hem dan niet te liken en overweeg te abonneren voor meer tuintips en kruidenweetjes. Ik wil je graag danken voor het kijken en hoop dat je de volgende keer weer kijkt bij een nieuwe aflevering van De Mousketeer. Ik zou zeggen, tot dan. Doeg!